Yo, gasten van FIFA NLD, ik ben Matty van FIFA Lossophie en ik ga vandaag weer verder met mijn head-to-head -head Road to Division 1 uh, serie. Dit is aflevering 3. Dit is echt de serie of FIFA NLD die van reet bekeken wordt. Maar weet je, het boeit me allemaal niet, want ik vind het gewoon leuk om te doen en ik vind het leuk om head-to-head -head te spelen. En uh, ik weet niet, als ik, ergens, als ik het op YouTube zet, soort als ik iets speel, dan, dan motiveert mij meer om een wedstrijd te winnen, soort nog. Dat is echt heel raar bij mij. Maar in ieder geval, ik wil weer random onzin. Uh, in de eerste wedstrijd pak ik. PSG. En ik pak PSG eigenlijk voor één reden. Ik wilde Ibrahimovic gewoon proberen. In FIFA 14 nog helemaal niet gedaan. Maar man, deze gast is echt een god. Veel beter dan eigenlijk. Lavetzi. dat hij hier nog wel even erin komt. Want ik kon niet goed zien of dat nou een koppel of een... Anderhalve omal. Ding. Anderhalve omal. Ja. Anderhalve omal. Of het een halve omal was of zo. Maar volgens mij was het gewoon een combo van LaVetti voor de 1-0. Maar de 1-1 komt van Lucas. Die gewoon even tegen zijn profclub zit, scoort. Waar hij nu gewoon even bij zit. Eigenlijk gewoon van. Jo, dat doe ik even. Want twee, uh, dezelfde spelers staan gewoon op het veld. Of ik weet niet eens of met Lucas speelt. Volgens mij niet. Maar in ieder geval de tweede af gaat het toch wel weer de hele andere kant op deze wedstrijd. Ik ga toch de 2-1 scoren. Die paas was zo slecht, helemaal niet bedoeld of zo om zo mooi er doorheen te doen. Maar uiteindelijk komt hij aan en dan heb ik misschien wel onterecht uh, onbewust 2-1. Maar deze goal zit er dan toch wel wat lekkerder in. En wie anders dan Ibrahimovic maakt dan natuurlijk. Dit gaat niet eens de een lekkerste goal worden van deze aflevering naar mijn mening. Die gaat nog komen en hij doet de raaste celebration. Van dit jaar. Officieel vind ik dat wel echt een hele rare celebration. Maar goed, um, ik ben nog niet uitgescoord, laat maar zeggen. Want hier gaat Matuidi er weer door. En die gaat hem laag voor geven Of iemand die helemaal vrij staat bij de tweede paal. En volgens mij is dat Pastor. Jawel, het is Pastor. Die in de 68 e minuut de 4-1 maakt. En dan komt de mooiste goal van deze uh, aflevering. Ja, van deze aflevering weet ik niet. Maar van deze wedstrijd sowieso wel. Komt er nog aan. Het is niet Cavani die je gaat maken. Maar de afvallende bal komt bij Ibrahimovic terecht. Doet wat skill moves. Eigenlijk zijn ze best wel nutteloos. Maar uiteindelijk, ik weet niet. Ik vind deze goal er toch wel mooi in zitten. Ik weet niet. Maar dat kan aan mij liggen dat ik een mooi vind Misschien omdat ik hem zelf gemaakt heb Zo'n loner ben ik dan maar ook wel weer maar Dit laat nergens op Maar Ibrahim fiets maakt hem En de trainer wordt helemaal gek Ik weet niet waarom die gek wordt Maar uiteindelijk bleek dus dat ik de promotie al veilig gesteld had Zoals je ziet had ik echt veel meer kansen En dan gaan ze helemaal tekeer Want je ziet hier uh, ik moet zelfs de titel nog pakken. En dan gaan ze als ook de keer. In ieder geval, uh, ik ga aan de volgende wedstrijd spelen natuurlijk. En deze wedstrijd, even denken, wat ben ik ook weer. Volgens mij ben ik Galatas in deze wedstrijd. En ik zweer deze wedstrijd het was zo saai. We hadden heel veel kansen. Maar alles ging over en naast. En we het enorm slecht ingeschoten. Galatas Rijn uh, is op papier echt een zieke. Zieke, wat zeg ik zieke, ik bedoel Drogba is gewoon ziek, Snijder is wel goed, Amrabat en hoe heet die gast, ze hebben nog zo'n winger die wel goed is, dus ik weet even zijn naam niet, en dan met Inaan, ze lijkt een hele goede, goede, goede team, maar dat is niet goed Nederlands, maar... Het speelt eigenlijk van geen meter. Alleen Inan maakt hier een mooie grond, de derde minuut. En je raadt het of je raadt het niet. Uh, we scoren gewoon niet meer. En ik win de wedstrijd met 1-0. En nu heb ik dus wel de kampioenschap. Kleine snijder die aan het springen is. Dus en zo ziet ook zes schoten, 1 op doel. En ik had elf schoten en drie op doel. Haat, superveel veel bezit. bezit, een pauper saaie wedstrijd. Maar uiteindelijk weet ik er wel te winnen. En heb ik de titel. Denk ik, ja, in divisie 8. En ik vond het echt heerlijk om te zien, al die weetjes daar. Ik ga echt onbegrijpelijk goed deze serie. Echt echt raar voor mij doen. Maar dat komt natuurlijk al omdat de goede spelers zitten natuurlijk in de hoge divisies. En de noobs die net FIFA kopen nu nog of zo. Die, die zitten nog in de lage divisies. In ieder geval de laatste, of niet echt de laatste, nou ja. De derde wedstrijd in ieder geval van deze aflevering ben ik Arsenal. Waarom ik Arsenal ben. Arsenal is cool. En Eusiel is super goed. Want Eusiel, uh, die ga je hier ook zien. Die... Geef hier een paas. En daaruit gaat de goal uh, volgen. Maar Eusio was echt ziek in het spel. Ik vond hem vorig jaar ook al zo goed. En nu ook weer. Ook al schiet hij deze best slecht in. Hij schiet hem er in ieder geval in. En dat is altijd chill. Om 1-0 voor te komen. Deze wedstrijd was ik ook zoveel beter met mijn tegenstander. Uh, dan mijn tegenstander. Maar ik, ik maak het gewoon niet af. En dat heb je wel eens met. Uh... Kijk, dan maak je altijd van die pools die je doet. Zoals je met Pedolski. Dat is de enige manier hoe je kan scoren. En als je dan zo'n zo mooie uitgespeelde aanval hebt. En dan kun je er zo in tikken. En dan gebeurt dat niet. En dan, de, ja, ik weet niet. Dit is echt weer zo'n rare filosofie tussendoor. Maar in ieder geval, mijn tegenstand is nog niet klaar. Die gaan met Juan Matta de aanstelling van maken. De 2-1. Uh... En dan werd het nog even, even spannend in de slotfase, maar uiteindelijk weet ik hem toch binnen te slepen deze overwinning. En dat betekent dat ik weer gewonnen heb uh, voor de zoveelste keer deze serie. Oké, okay, dat klonk erg arrogant, maar dat uh, bedoel ik helemaal niet zo. In divisie 8 heb ik 3 punten en um, uh, ik had veel meer schoot als mijn tegenstander. Zoals je ziet, uh, de tegenstanders zijn nog redelijk matig, uh, maar dit is al bijna de, het eind van deze aflevering. Je ziet dat ik een zieke win los heb voor mijn doen. In ieder geval 10 wins, 0 gelijk, 0 verlies. Uh, is voor mij nu ziek, maar voor de uh, gewone FIFA NLD-spelers misschien niet. Maar ik, ik ben gewoon noob. Uh, deze aflevering is bijna voorbij, zoals je ziet. is niet al te lang, maar ik ga nog één potje doen met Engeland. Waarom Engeland? Ik heb geen idee waarom ik Engeland koos. Maar uiteindelijk boeit het niet welke team ik ben. Want je ziet in een corner van mijn tegenstander, uh, die is Chelsea. Die kopt ernaast en dan denk je, Matty, waarom zit dit nou weer in de hoogtepunten? Want zo'n grote kans was het toch niet? Nou, kijk maar eens goed in de herhaling. Oh, wacht. Oh, ja. Hij freest. Mijn eerste overwinning, mijn eerste verlies. Dingen moeten dus zo aangenaaid worden. In ieder geval, een beetje jammer. Maar ik hoop dat jullie deze aflevering van 5 minuten uiteindelijk toch nog leuk vonden. Als je het leuk vond, dat even een like achter en doei.